Yes mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is nu 2021 en ik heb natuurlijk nog steeds programmering op staan. We gaan gewoon door. Nou, we beginnen met eerst straks 600 meter buy-in joggen. Dus dan gaan we gewoon lekker rennen. Heb je dat gedaan, dan gaan we 4 sets in van eerst 5 yoga push-ups. Daarna 10 reverse lunges en dan eindigen we met glute bridges keer 15. Ja, 4 sets, dus dat is een setje meer dan normaal. Heb je dat gedaan? Dan gaan we vandaag strength doen in plaats van mobility. In de strength gaan we posted pistol squats doen. Dat betekent dat je pistol squats doet, maar je iets vasthoudt. Nog steeds een hele zware oefening. Probeer je 8 tot 10 per kant te doen. Daarna ga je naar de side plank. Probeer je 30 tot 45 seconden per kant vol te houden. Daarna ga je naar de wide grip push-ups. Dan ga je wat breder die push-ups doen. En doe je de 10 tot 12. Hoeft niet unbroken. Ja? Heb je dit gedaan? Doe je dit keer 3. Dus 3 sets. Dan, uiteindelijk de workout, waarbij we vergeten de rondes bij te zetten. Het zijn 3 rounds. Voor quality. Dus dat is weer even iets anders, maar dat heb ik wel eens in de lessen gedaan. Dus dan ga je letten op de uitvoering, de kwaliteit van de uitvoering, in plaats van de kwantiteit van de uitvoering. Ja? Dus, voor quality doe je 3 rondes van 400 meter rennen, daarna 6 burpees plus jumping lunges. Waarbij de 1 per kant doet, laat ik straks zien. Daarna 200 meter rennen. Daarna 8 hand release push-ups, dus met een mooie uitvoering. Daarna 100 meter rennen en dan 10 cozy squats, dus dat betekent 5 per kant. Laten we naar de demonstratie gaan. Oké, mensen, de yoga push-ups als allereerste. Nadat je die 600 meter hebt gejogd, beginnen we in de front leaning rest. Zou ik ietsjes breder met je benen gaan. Gaan staan, want dan heb je jezelf meer ruimte om er doorheen te duwen. Maak je een push-up, ellebogen langs je, borstwaart rond aan, omhoog en dan doe je zo in de downward dog. Dan ga je weer naar de push-up en dan opnieuw, kick, downward dog. Goed die borst vervolg duwen, schouderbladen naar elkaar toe, armen strekken, benen strekken, kont omhoog. Yes, voel die stretch in je schouders, daar is het juist voor bedoeld. Gaan we naar de reverse lunges. Ga je rechtop, stap je achteruit, rustig met je knieën de grond aanraken, of net niet. En dan gecontroleerd. 5 benen, 10 in totaal. Daarna ga je naar de glute bridge, hand op de grond, strijd de baan naar elkaar toe. Ga je vooruit op je hakken leunen. Ik doe soms meteen omhoog, dat ik dan weet dat ik goed vanuit mijn hakken duw. En dan wijksmeer aanspannen. Knijp in de kont. Niet overstrekken, dat is je onderrug. Dus daar wijksmeer aanspannen. Zakken. Hou die wijksmeer aanspannen. Knijp in de kont. Zakken. En dan maak je hier 15 herhalingen van. Niet te ver uit, want dan gaat het vooral de hamstrings. Maar het is echt bedoeld voor de bilspieren. Ga je iets meer terug met je hakken. Oké, dan gaan we nu naar straight. We beginnen met de posted pistol squat. Ik kan bijvoorbeeld aan deze paal vasthouden. Misschien heb jij iets anders, een tafel of aan een andere leuning. Nou, maakt het niet erg uit als je maar kan vasthouden niet. Doe je been naar voren. Het helpt soms ook om gewoon zo vast te houden. En dan zak je rustig. Blijf je rechtop. Met je bovenlichaam. En dan duw je uit je hak weer omhoog. En doe je 8 tot 10 per week. Vind je dat te veel? Dan kan je ook vanaf 6 kiezen. Dan doe je 12 totaal. Rechtop blijven. Andere kant. Je been vast, vind ik fijn. Probeer steeds minder vanuit je arm te trekken. Zo weet je dat je meer uit je been gaat halen. En je eigen balans ook een beetje te zoeken. Vind je dit te moeilijk? Kan je op dit soort dingen kunnen werken? Bijvoorbeeld boxpistols doen. Dus dan, dit is bijvoorbeeld een hoge. Je kan ook een lage bankje pakken of iets. En dan kan je ook vasthouden. Zakken. En omhoog. Dan zou ik het aanraden om zonder te doen, dat je toch nog zoveel uitdaging hebt. En dan dezelfde, de andere kant.
Yes, goed rechtop blijven uit je hak duwen en balans. Oké, gaan we nu door naar de side plank. Met de side plank is het belangrijk dat je goed uitduwt. Je onderarm onder je schouder zit niet helemaal hier. Dit is het stabielste. En dan, bam, voet op elkaar en recht. Nou, dit hou je dus vast. Als je inzakt, dan telt het niet meer, dan laat je maar even los. En herpak je, maar zorg dat je echt de kwaliteit van de oefening behoudt. Goed die contractie voelen in je zijbuikspieren en in je buikspieren. En dat doe je 30 tot 45 seconden per kant. Daarna ga je naar de wide grip push-up. Nou, de wide grip push-up is net buiten de schouders. Dus bijvoorbeeld dit is de normale push-up. Dit is close grip. Het is allemaal echt maar een klein verschil hoor. En dit is dan die wide grip push-up. Ga je ietsjes verder uit de schouders. Vanaf hier zo, nog steeds die elleboog richting je lichaam. Dus niet naar buiten duwen, maar gewoon naar binnen en uitduwen. En dan doe je 10 tot 12 herhalingen en anders minder als het niet kan. Iedereen is eigenlijk op een niveau. Als je maar zorgt dat je jezelf uitdaagt op het gebied van kracht. Nou, dit waren alle oefeningen. 3 sets hiervan. En daarna ook naar de workout. In de workout ga je 3 keer rennen en doe je 3 verschillende oefeningen. Eerst begin je met 400 meter rennen, daarna ga je naar de 6 burpees, dus lunges, jumping lunges. Nou, dat ziet er zo, er zit 1 rep eruit, precies zoals ik het nu doe. Burpee, dus breng je eerst gewoon je voeten naast elkaar. Yes, ga je omhoog, tik, tik, pam, terug, pam. Wat je krijgt bij zo'n oefening is dat je best wel moet nadenken over wat je doet, maar dat is ook leuk en ook een leuke uitdaging. En zo ben je ook leuk bezig met 2 dingen combineren, zodat er ook nog een beetje plezier in zit in het trainen, naast het kapot gaan dan. Hè? Daarna ga je 200 meter rennen en ga je een echt 800 release push-ups. Is 4 quality, die 3 rondes. Dus ellebogen langs je lichaam, met de borstkont aanraken, de schouderbladen aanknepen en omhoog. Je mag snel bewegen, hè, maar controle is prioriteit nummer 1. Daarna 100 meter rennen en 10 cozy squats. Hier is het belangrijk rechtop te blijven, onder parallel te komen als je dat kan. En controle te laten zien in de beweging zelf. Doe je 10 totaal, 5 per kant. Mensen, dat was alweer de video. Ik zie je bij de volgende video weer en veel succes! Later!